allemaal bij een nieuwe video van Sinan Balvo. Zoals je ziet, ik ben onderweg. Ik ga nu onderweg naar de gym. Ik ga je straks oefeningen laten zien. Waarschijnlijk benen. Ik vind dat jullie deze video's hard pushen. En sowieso, jullie weten, morgen begint Ramadan. Sowieso aan mijn broeders, zusters. Ramadan Mubarak voor morgen. Inshallah gaan jullie allemaal volhouden, 1 maand lang. Ik ga thuis, ik ga niet naar het gym. Ik ga thuis workout zetten en er gaan sowieso nog home workouts aankomen. Voor nu, ik ga jullie straks bij Basic terug verder zien. Peace. En zoals jullie zeggen, ik ben terug. Sowieso, kijk, wat ik zeg tegen jullie is gewoon laat in de reacties weten van de volgende keer wat ik moet doen voor de home workout. Zoals jullie zien, ik ben ook naar Kapper gaan. Gisteren, lekker fris. Sowieso, laat ook in de comments weten van wat ik de volgende keer moet doen. Home workout, omdat ik nu 1 maand niet naar de Basic ga. Door, ja, niet met andere woorden, Ramadan. Want als jij tijdens Ramadan naar fitness gaat, dan heb je geen voeding. Jij kunt wel gaan, maar dan moet je wel in de avond of een uurtje voor iftar gaan ofzo. Dus daarom laat mij gewoon weten in de reacties welke video's dat ik thuis moet opnemen. Om thuis te laten zien voor mensen die niet naar Basic Fit gaan. En zoals jullie zien, nog steeds onderweg. Vandaag, ik moet nog nadenken wat ik ga doen. Nee. Waarschijnlijk ga ik benen laten zien met 1 iemand. Wacht, kijk, hè. Ik ga hem proberen te laten zien. Hij is daar, nee. Hij is wel helemaal daar aan het stappen, kijk. Kijk daar, iemand, hij is aan het stappen. Ga wel met hem. Ga met hem dingetjes doen. Oefeningen doen. Dus show liefde. Laat liefde zien. Dan krijgen jullie sowieso liefde back. Gaat een leuke sessietje worden. Daarom, ik vertrek, ik ga jullie nu zo'n tip geven. Vertrek zo ochtend. Ofwel moet je, als je naar Basic gaat en je wilt veel dingen doen, ga in de ochtend. Of zo ochtend in de vroeg, dan is er niemand, dan de meeste mensen slapen. Of ga zo in de avond laat, dan is het ook licht. Dan moet je ook meer dingen doen. Maar als je echt tussen ochtend en avond daartussen gaat, dan is kans groot dat je minder dingen gaat kunnen doen, oefeningen gaat kunnen doen. Alleen worden. Dus daarom, ga 's morgens of ga in de avond. Sowieso, kijk, hij komt nog steeds dichterbij. Hij is daar, hij is aan het stappen, kijk. Hij is aan het stappen, kijk. Ja, man, ja, samen met hem kan ze zich doen. Oké, dus daar heb ik allemaal gezegd. Ik ga straks benen laten zien. Ik kan ook iets anders laten zien. Sowieso, dikke essen naar jullie. Laat sowieso likes achter. Reageer zeker. En abonneer om niks te missen. Let's go. Ja. We zien met hem hier. Sowieso, onderweg nog steeds. Er komen nog andere mensen erbij. Maar ik weet niet of die op beeld willen komen. Dus voor nu ga jullie straks verder zien. Als jullie zien, we zijn weer binnen. We zijn hier benen aan het doen. Samen met hem. En ga hem sowieso checken op Insta. Alles. Samen met hem hier. We zijn allemaal oefeningen. Deze. Kuiten. Alles. Hey, kom eens. Ga met deze filmen. Ik ga jullie nu deze oefening laten zien. Leg extension. Verder iets aan mijn camera. Langer dat ik met deze. Hou je dingen. Hou je tippen naar voren. Je borst naar voren. En dan moet je gaan doen. 39. Leg press 79 kilo.
Zoals jullie zien. Je gaat er filmen? Eén van jullie twee. Ja. Nu gaat hij dat laten zien hoeveel kilo pakt hij weg. Hij doet zijn benen weg. Ook hetzelfde, 79 plus. Wat is dat? 2,3. Zo, iets in de 82. Hij gaat daar rustig en intensief doen. Ah, die hadden echt goed gevoeld. Nee, nee. Echt een strijder. Nog eentje. Strijder deze gaat. Wacht, laat me kijken. Hé, uw been staat in beeld. 73. Nog dezelfde oefening, maar deze keer gaat hij dat doen. Kijk, rustig. Maar je hebt gewicht de eerste keer. Eerste keer dus. Rustig en intensief. Lekker. Ga hem sowieso volgen, Pipo. Laagstreepje 68. Ik ga dat ook straks in de link droppen, waar jullie hem. En wat jullie hun kunnen volgen op Insta. Ik ga droppen. Ik ga hem sowieso checken. Strijden. En bij de derde oefening, bij deze train ik mijn kuiten. Calf press. 52 kilo. Of moet ik hier een machine pakken? Ik weet niet, ik ga dat doen voor jouw kijkers. Sava. Hij hier. Wacht. Hij hier. Ik ga straks heel machine doen. 2-3 herhalingen. Ik ga jullie gewoon rustig laten zien, 52. Focus gewoon op deze delen, snap je? Focus op die delen. En ook mijn gezicht laten, alles. Ja. Langer, niet, ik ga me niet zo doen, dat is niet goed. Ik ga gewoon, kijk, ik ga gewoon je tippen naar boven doen. Ah, dat is direct aan. Ah, dat gaat nog steeds verder. Nu gaat hij dat doen. Ik ga je machine proberen. Dus kijk. Hier is machine. 135. Zoals jullie zien. Ik ga proberen. Ik ga het proberen. Eén. Zo gewoon. Eén keer. Eén keer is genoeg. Probeer. Ja, lekker. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh ja, ga verder. Vandaag echt een strijder. Topper. Allee, 15. Oh. Hoeveel was dat? 15. Lekker. Zo dikke SO naar hem. 15 keer. Peace. Hey, ik weet niet wat hij doet. Hier, jalla, ziet. Ja, nu. Maximum. Nee, niet maximum. Gewoon hoeveel dat je wilt pakken. Oké, machine. Tjus. Tjus, twee beren naast mij, hola. Ik kan het niet geloven. Ik pak 52, die pak je hele machine. Maar je kunt dat ook. Ik kan dat ook, man. Nu. Lekker drie keer gedaan. Sowieso dat ik echt nog een andere oefening. Backspelen. Bij deze heb je geen machine. Dus moet je je eigen naar boven. Bij deze moet je je eigen naar boven trekken. Moet je, wanneer je boven bent, moet je blazen. Naar beneden inademen en blazen. Ik ga deze laten zien. Bij deze is handig dat je 4x25 doet. Herhaling. Pak alles uit, man. Thank you.
lichaam naar boven, waar een paar kilo, met die gaan liggen, dan geef die kilo terug. Dus sowieso, bij deze wordt 4 van 25, of je gaat gewoon doen tot je brandt. Santo Duris. Het hoort me, maar goed niet. Dat werkt ook, maar dan word je. Dan word je dan niet zo hard. Gemixte dingen, gemixte workouts. We hebben er juist 4 oefeningen van benen laten zien en 1 oefening van kalf. Dan heb ik 2 buikspieren laten zien, 2 buikspieroefeningen. Nu ga ik biceps laten zien. Deze wordt gewoon gemixt, alles door elkaar. Kijk, mijn mama heeft echt die armen. Ja. Je bent goed bezig. Als je stopt, ik ga verder doen, ja? Dan ga je direct verder filmen, ja? Pak over. Pak bij mij, nu ga ik dat laten zien. Met armen. Hij is momenteel dingen aan het doen. Deze gedeelte, deze onderarm. De onderarm, bij de vorige video heb ik dat gezegd. Onderarm is belangrijk. Als je dat goed doet, dan kun je benchpress. Dan kun je benchpress. Ik moet lachen. Dan kun je benchpress goed doen. Dat is belangrijk daarom. Train dat goed. En sowieso. Dikke is van jullie allemaal. Kijk, zoals we deze willen zien, dan moet je hard trainen, jongen. Ik ga jullie straks verder zien. Ciao. Ik ben klaar. Samen met hem en met hem. Dit was het weer, aan het einde van de video. Vond je deze video leuk? Laat dan zeker een blauw duim achter. Abonneer. Ben je niet geabonneerd? Ga dan sowieso abonneren. Abonneer om niks te missen. Like, deel, subscribe. Deel het zodat je vrienden en familie het kunnen zien. En ik ga jullie zien bij de volgende video. En voor morgen, voor iedereen, Ramadan Mubarak. Hou het vol. Peace out.